scholieren uit Rotterdam hebben dinsdag de tentoonstelling Human Digital A Symbiotic Love Affair met vernieuwende kunst uit het digitale tijdperk bezocht. We zijn bij de kunsthal in Rotterdam. Ik ben hier met school. Gaan we deze kunsten bekijken helemaal? We hebben net opdrachten gedaan. Een computer tekenen en dan dat zelf maken, zeg maar. ING organiseert jaarlijks 4 keer de kunstbus. Leerlingen van scholen uit de regio Rotterdam worden dan met de bus op school opgehaald en naar de kunsthal gebracht om daar tentoonstellingen te bekijken. De kunsthal en ING willen zo meer jongeren in aanraking brengen met kunst en cultuur. Ik heb nog niet alles gezien, maar ik vond het eigenlijk zo, daar een bord daarachter, daar vond ik wel best wel mooi. Deze hebben we gemaakt. Ik heb net VR-bril opgedaan. Dat was wel leuk hoor. Als het alleen maar één schilderij is, dan vind ik het wel saai. Maar als je iets kan doen, dan vind ik het wel leuk. De kunstbus is een bus waarmee we samen met de ING en de kunsthal kinderen ophalen om naar de kunsthal te gaan. En die laten we een tentoonstelling zien, omdat we het allebei belangrijk vinden om het cultureel bewustzijn van kinderen te stimuleren. De tentoonstelling Human Digital is een tentoonstelling uit een particuliere collectie. En die mensen hebben kunstwerken verzameld die gaan over digitalisering en internet. Ja, ik vind het wel, sommige zijn wel apart. Ja, het is gewoon mooi wat mensen kunnen doen. De kunstbus is in aantallen verdubbeld. We hebben maar liefst 1200 kinderen naar de kunsthal gehaald en daar zijn we ontzettend blij mee.